Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ja, en vandaag gaan we een hele bijzondere video maken. Wat gaan we doen? Feyenoord tegen Ajax. Feyenoord tegen Ajax. Ja, en we gaan vandaag iemand volgen. Wie gaan we volgen? Nover. We gaan Nover volgen, dames en heren. Nover is de spits van Feyenoord, van onder 19. Hij heeft al met het eerste mee mogen trainen. Hij heeft een beetje kunnen ruiken. Hij is hier al geweest, dames en heren. En hier hoopt hij ooit te gaan spelen. Ja, genoeg redenen om zo'n jongen te gaan volgen, of niet? Ja. We zijn door een Novel uitgenodigd. Maar de vraag is, voor wie is Bila? Voor Feyenoord of voor Ajax? Ajax. Mensen, ik ga ervoor zorgen dat Bila voor Feyenoord gaat worden. Want ik ben voor Feyenoord, zoals jullie weten. En Bilo is voor Feyenoord. Nee, Ajax. Voor Feyenoord. Nee. Feyenoord. Nee. Hey, wat moeten mensen doen? Ze moeten? Abonneren. Ze moeten abonneren. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te liken. En mensen, super bedankt dat jullie sowieso naar ons kanaal willen kijken. Feyenoord, Ajax, we komen eraan. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd tijd. Positiviteit. Aarde. Aarde weer. Hand in hand, kameraden. Hand in hand. Voor Feyenoord 1. Jawel, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. En we staan hier met Nover Bannes. Nover Bannes. Omdat Nicola Jurgensen en Dylan Vente geschorst zijn tegen AZ, heeft Van Bronckhorst nu jeugdspeler Nouval Bannes bij de selectie gehaald. Bannes met het schot. Dat gaat via de onderkant van de lat en dan lijkt die bal al over de lijn. De bal komt uiteindelijk bij Bannes terecht. Die leek de tweede te scoren. Omhaal van Bannes en die bal gaat trouwens nog in. Krijgt de bal uiteindelijk bij Bannes en die bal gaat erin. Uitstekend doelpunt. En jij speelt bij? Feyenoord onder 19. Feyenoord? Kimmers? Nee, fijn dat goed, hè? Ja? Jawel. Nee, dat kan toch? Maar gaan vliegen. Oh, nee. Kimmers, Jawel. Je nodigt het uit en dan is hij voor Ajax. En dan ga ik voor jou scoren voor Feyenoord, ja? Nee. Jawel. Hey, Nover, wat was het eerste waar je aan dacht vanochtend toen je wakker werd? Heerlijke wedstrijd. Ja? Wordt het plan. Maar is er dan geen spanning als je wakker wordt? Echt gezonde spanning, niet echt spanning of iets. Om zeg maar van, ik heb er zin in. Ja. Dat is het. En wat heb je ontbeten dan vanochtend? Omelet, eitje, theetje. Is dat standaard erbij. Of verschilt dat? Ah, verschillend. En Marokkaanse thee? Ook. Veel suiker? Nee, niet zo veel suiker, hou ik niet van. Let je daar wel op? Ja, dat is wel. Ik zeg eerlijk, bij mij gaan in zo'n theepot gaan er zeker 12 van die dingen. Ja? Ja, bij mij wel, man. 12? Zo. Wat verwacht je vandaag tegen Ajax? Hoe staan jullie er eigenlijk voor? We staan in tweede plaats, 1 punt achter op Ajax. Dus als we deze winnen, doen we een goede zaak. Met één wedstrijd nu? Ja. Nee, Feyenoord. Feyenoord. Kan jij ervoor zorgen dat hij voor Feyenoord wordt? Ja, tuurlijk. Ja, ga je let op, mensen. We gaan kijken of Bilo vandaag voor Feyenoord wordt. Ga je voor Feyenoord maken, ja? Jawel. En als je nou een shirtje krijgt voor Feyenoord, word je dan voor Feyenoord? Hij is in ieder geval niet om te kopen. Nog. Nee. Wat zag ik je bijna? Moet je mee noemen? Ja? Ja, gewoon Nover. Ik heb hem echt noemen. Oh, je hebt niet... Dat kan toch niet? Hé, maar wat verwacht je vandaag van de wedstrijd? Spannend wedstrijd, leuk wedstrijd. Ja, komen veel mensen kijken. Een beetje zenuwachtig en zo, merk ik, man. Ja, er komt veel bij kijken, camera's, alles. Dus het wordt wel een leuke wedstrijd voor me. Ja, hè? Ja, zeker. En ben je, waar sta je? Ik sta in de spits. Je gaat spelen? Ja. Je bent geblesseerd geweest, hè? Ja, ik ben sinds december tot eind februari ben ik geblesseerd geweest aan mijn voet. Dan heb ik 2 maanden over, dan 2-3 maanden over om te genezen. En die wilde kost wat kost eigenlijk nu bij Ajax gewoon... Ja, precies. En ik ga ook binnenkort weg met het EK, met de Nederlandse elftal. Oké, daar horen we zo meteen meer over. Dus wil je dit gaan horen, hoe dat gaat? Blijf even zo kijken. Ik ga je niet langer ophouden, want je moet nu echt de kleedkamer in. Ja, ik moet. Ik wens je heel veel succes en wij gaan naar je kijken.
En ik ben in ieder geval voor Feyenoord. Wat gaat hij nou weer doen? Sorry Novel, dat voor deze, voor deze stress met deze gozer. Ik ga hem snel bijhouden, ga snel de kleedkamer in. En we zien je zo, man. Is goed, broer. Wat is dat weer daar? Ja, dat kan toch niet. Kan toch niet, heren? Dit is de... Rotterdam. Goeiedag allemaal. Hoi. Dit wordt wat, mensen. Nou, hè? Hè? 10-0. Ja, wat zeg jij? 10-0. Nee. Dus Feyenoord gaat met 10-0 winnen? Ik denk 3-1. 3-1. En wat zeg jij? Ook zoiets. 3-1. 3-1. 4-2. Oké, okay, maar hoe kom je aan 4-2? Ik denk 6-2. 6-2? Ja. Oké. Okay. Dit zijn wel hele bijzondere uitslagen, hè? Dat volgen vandaag Novel, die spits. Hij is wel goed. Ja? Hij is stabiel. Wat maakt hem bijzonder? Goede acties altijd, goed inzicht. En samen met die Marwan daar zo dan... Ja, wel goede combinaties. Top, man. Dan is alles wat je hoort. Het lied van Feyenoord. Ook dat, kameraden, ook dat. Feyenoord, geen woorden, maar daden. Leef Feyenoord. Jij speelt zelf bij Feyenoord? Ja. In wat voor team? D2. Oké, maar je ziet eruit alsof je gruwelijk kan voetballen, broer. Ja. Ik zeg je heel eerlijk. En Novel, zegt dat je iets? Je spits? Ja. En wat vind je van hem? Hij is een goede spits. Ja? Wat maakt Novel zo goed? Zijn acties en dribbles. Dus geen grap met die man. En wat denk jij dat de uitslag gaat worden? 3-1. Want het is een hele spannende wedstrijd, hè? Dat snap je. Als Feyenoord nu wint, staan zij weer bovenaan. Wint Ajax, dan staan zij bovenaan. Dus het is dus goed nadenken wat je zegt, hè? Ik denk 3-2 Feyenoord. 3-2 Feyenoord. Ja. Als het niet zo is, dan kom ik je op bezoek, hè? Oké, en wat zeg jij? Hoeveel? Feyenoord Ajax. 3-2 Feyenoord. 3-2 Feyenoord. En jij? 10-0. Wow, wacht. Hoeveel? 10-0, sowieso. 10-0? Ja. 10-0, wow, dat is wel ziek. Gaat het goed? Ja, bij mij is alles prima. Wie gaat er winnen vandaag? Maakt niks uit. Oh, maakt je niks uit? Nee. Ja, volgens mij heb jij wel een ideetje. Ja, ik zie het. Kijk, ja. Zie je Frank Novel? Ja. Van. Maar volgens mij ben jij stiekem fijn hoor. Ja. Hey, wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja. Hey, heel veel succes, hè? Okay. Ja, we hebben hem te pakken gekregen. Jij moet mij niet stressen, ik ben iemand met de wessen. Boelend in de kamer, moet je laat ze niet betrekken. Laat ze niet vertrekken. Er komt eigenlijk iemand van Feyenoord volgen, maar hij is gewoon voor Ajax. Hè? En dan gewoon, dat durft hij gewoon te zeggen hier ook, hè? Succes, hè? Dat kan. Ja. Hey. Hi. Trapslijtings, ik ben Ramos. Ik breek bekjes, ik trek haar los. Roen, Mayday, Talla, Sprayday, Pula, Handrem. Oh, pull up on your man, dem. Oké, dames en heren, de wedstrijd gaat nu zo starten. Feyenoord tegen Ajax. Zoals je ziet, Bilo is voor Feyenoord en ik ben voor Ajax. Wat dan? Ajax. Feyenoord. Feyenoord gaat winnen. Feyenoord gaat winnen. Feyenoord gaat winnen. Ja. Wie gaat er winnen? Feyenoord. Ajax. Ja. Oké, dames en heren, ze zijn begonnen. Zo, Bilo. Hey, wat gaat hij nou duwen? Kom toch niet?
strafschop voor Feyenoord. Wordt genomen door Kuxu en El Bouchatawi. Hij is de man van de assist, want het wordt gepromoveerd tot doelpunt deze bal door Ramon Hendricks. Feyenoord, dames en heren, staat met 1-0 voor. Ja, ja. Wordt het 1-0 doelpunt te maken voor Feyenoord. Bij nummer 4, Ramon Hendricks. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Hey! Kijk eens hoe bekende gezicht snijden. We hebben hier een soort van tweestrijd, jongens. Jij bent voor. Voor wie ben je? Sparta. Jij bent voor Sparta. En jij bent voor? Feyenoord. Oké. Feyenoord. Wat zeg jij daarop, vriend? Ja, geen woorden, maar daden. Oh. Alles goed, jongen. Ja, gaat goed, man. Mag je een beetje spanning kijken? Geen spanning. Maar hij kijkt wel, broer. Oh. Nee. Hand in hand. Kameraden. Ajax, Amsterdam. Hand in hand. Aangenaam, man. Ja, meneer, hij is niet helemaal 100. Een beetje gek. Hij was een speler Ajax. We nemen het hem niet kwaad. Nee, gelukkig. Ajax was kampioen. Feest. Ja, feest. Maar we zitten in Rotterdam. Dat snap je natuurlijk wel, of niet? We zitten in Amsterdam. Wat zeg je? Nee, we wonen in Leiden. Leiden? Ja, tussen Amsterdam en Rotterdam in. Eigenlijk, ja. Maar kan je tussen Amsterdam en Ajax? Ja, en Ajax is dan Amsterdam. Dat snap je toch niet? Wat is mijn naam? Mijn naam is Brahim. Brahim, de weg. Brahim, de weg. Wat zou je denken dat ik ben dan? Suriname. Hoe oud ben je? Suriname. Gewoon Suriname. Zie ik eruit als Suriname? Wat is het? 29 jaar. Hij is wel Marokkaan. Ja? Nee, Marokkaan. Heb je hem gehoord? Nee. Ik ben Marokkaan. You what? Hij is mijn broertje. Dus hij is ook Marokkaan. Hij is ook Marokkaan, ja. Oh. Wat zeg? Ja, jongens. Ik had je niet verwacht, hè? Nee. Weet je waar je heet? Van de Beek! Nee, zijn broer heet Bilal. Hey Bilal, Bilal, hoe heet jij? Weet jij? Bilal. Ja? Hoi, zijn broer heet ook Bilal. Nee. Ja, echt. Zijn broer heet... Wij zijn ook moslim. Ben je ook Marokkaan? Nee, joh. Abonneer, hè, als je niet wil. Nee, abonneer. Feyenoord ruikt bloed, Feyenoord gaat door daarna. Dit is 2 minuten later, de 3-2 komt er gelijk overheen. De hoekschop was er van El Bouchatawi. Via Orkun Kuksu komt hij bij Nauval Banis terecht. En hij schuift hem laag binnen, 3-2. 3-2!
leven en nog geen race. Dus we praten voor niks, maar nog steeds in de race. Brian Vlogs. Jawel, 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 hier zijn we weer. Ja mensen, we zitten hier met Novan. Even serieus man. Wat een wedstrijd hè? Dit is toch gruwelijk? Ja, mooi moment. Bro, je hoort onder 19, maar hoeveel man waren er ongeveer, denk je? Zo, een stuk of duizenden. Dat is toch niet normaal, man? Zoiets, ik weet niet. Ik zeg je eerlijk, dit was echt genieten. En een hele simpele vraag, daar beginnen we mee. Ja. Kiva Spielen, wat is... Wat is voor Ajax weer zeker? Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. De hele tribune, iedereen was voor Feyenoord. Vaak Ajax ook verliest, wordt niet voor Feyenoord. Maar ze hebben het moeilijk met jullie, hè? Ja, is altijd. Hoe komt altijd dat? Ik weet niet. Er komt ook veel bij kijken. Fans, het is gewoon supporters. Wij spelen thuis, we hebben meer vertrouwen dan nu. Ja, we gaan er 100% voor. Dus ja. Nu zijn iets meer van voetbal en zo, wij zijn iets meer van strijd. Ja, dat is het. Geen woorden, maar daden. Precies. Je bent echt de spits. Ja, zeker. Trekken die slaan niet, maar in ieder geval duidelijk laten merken van vriend, hier win je niet zomaar. Ja, want die verdedigen zij iets tegen jou, of niet? Tijdens de wedstrijd. Ja, ze zeggen wel vaker dingen, maar moet je gewoon niet op ingaan. Ze willen je uit de wedstrijd halen. Uiteindelijk zie je dat ik score en zijn ze opeens stil. Wat betekent succes voor jou? Heel veel. Maar ik doe het uiteindelijk ook voor mijn familie en voor mezelf. Nou ja, ik wil mijn familie trots maken. Want je hoort heel veel Marokkaanse Nederlanders, hoe je zegt, ik doe het voor mijn familie. Ja. Waarom is familie zo belangrijk? Nee, gewoon het is anders dan bij Nederland, doet iets meer voor zichzelf. Maar bij Marokkaanse volk is gewoon iets, familie is echt een band, zeg maar. Ja. Ben je de oudste? Ja, ik ben de oudste. Ik ben een broertje en een zusje nog thuis. Maar voel je dan geen druk op je schouders? Nee, zeker niet, want ik weet dat ik er ga komen. Ja? Ja. Hij klinkt zelfverzekerd. Ja, tuurlijk, moet je altijd zijn. En dan bij tegenslagen? Ja, je had eerst tegenslag of eerste. Je had een tegenslag dat je geblesseerd raakte, een paar maanden. Maar wat voor tegenslagen ben je allemaal tegengekomen? Van alles. Van mensen van mijn blessure, dat was een van de zwaarste volgens mij. Ja? Net voor de winterstop zat er goed in. Scoorde elke wedstrijd een paar doelpunten. En ja, hoor je opeens dat je een breukje hebt in je voet. Dat is wel even tegenslag. De eerste maand was het wel moeilijk, maar daarna is het gewoon knop opzetten en harder terugkomen. Dat is geen grap. Nee. En waar ben jij eigenlijk gestart als jonge voetballer? Ik was op mijn vierde, vijfde was ik bij Wilhelmus gestart. Ik heb daar een paar jaar voetbal, dan heb ik naar Gelandia gegaan. In Gelandia heb ik 2 jaar voetbal. Naar Gelandia heb ik naar ADO gegaan. Heb ik daar wel 5 jaar voetbal. Wel leuke tijden daar. Vanaf ADO heb ik transfer gemaakt naar Feyenoord. Wow. Voor klus, hè? Maar alles is een stapje omhoog. Ja, precies. Ik zag net Dirk Kuyt even naar je toe lopen. En dan zie ik jullie samen en dan geeft je echt veel vertrouwen. Ja, hij is een geweldige trainer. Wat maakt hem geweldig? Passie. Hoe hij leeft als trainer. Dus als we achter staan, dan wordt hij echt af en toe echt boos. En dan de tweede helft zie je het net als vandaag. Dus het heeft veel anders dan de eerste helft. Maar dat komt echt omdat hij in de kleedkamer echt... Het is wakker gemaakt. Eerst al waren we niet zo goed bezig. Grote speler geweest. En dat heeft denk ik toch respect dan? Ja, precies. Je krijgt een telefoontje of een sms'je. Je hebt gewoon je hebt het eerst al meegetraind. Ja, ik heb vorig seizoen, voor de winterstop had ik het eerst meegetraind een keer. En ja, volgens mij was dat 2 weken geleden, werd ik gebeld door trainer Dirk. Zei dat ik mijn eerste mee moest. Dus hij belde jou op? Ja, in de ochtend werd ik wakker gebeld. Dus. Hoe laat ongeveer? 9 uur of zo, 10 uur. Dat is vroeg. Ja, aan het slapen. En toen, maar ik had al een beetje een vermoeden, want Jurksen was geschorst. Van Persie was niet fit. Hij was er wel fit, maar niet goed. Niet fit genoeg. En de Levent was ook geschorst. Maar hoe zei hij dat dan tegen jou? Gewoon, het eerste mee. Zei hij, spits geschorst. Misschien komt je kans wel. En hoe reageerde je? Gewoon, je was wakker. Gelijk, was gelijk wakker. Besef je dat je aan het slapen bent, dat je wakker wordt, dat Dirk Kuyt, de Dirk Kuyt, je gewoon belt en zegt, luister bro, ga maar mee. Je speelt gewoon in de Kuip, gewoon daarachter daar. Ik denk het beter dat je 100 hier vandaan. Ik kan me voorstellen dat het wel spannend is. Hey, wat betekent jouw vader en je moeder voor je? Alles. Ik weet dat wij het best wel lastig vinden om tegen hun persoonlijk te zeggen. Ik ben dat niet zo van. Om iets te zeggen, ik laat het niet meer zeg maar zien. Om ook het voetbal gedood. Om hem trots te maken, zeg maar. Mooi man. Ja.
En je vader gaat altijd standaard mee? Ja, ook als het uit of thuis, maakt niet uit. Gewoon die, zijn tank, die heeft gewoon een contract met Shell of zo. Levenscontract. Wat zou jij als laatste tegen de kinderen en jongeren willen zeggen? Ik zou altijd moeten hard werken. Ja. Blijf geloven in je droom. En je komt er ook. Duidelijk. Geen woorden, maar daden. Precies, geduld hebben. Bro, echt super, super bedankt voor je tijd. Olle, ik heb het echt genoten. Bilal, sorry jongen, je hebt gewoon verloren. Eerlijk is eerlijk. Bilal. Ik ga je zeker blijven volgen. Inshallah, als je weer stappen wat hoger maakt, dan gaan we je zeker weer volgen, gaan we zeker weer connecten. Ja. En dan mag jij een drankje van mij trakteren. Tuurlijk. Trakteer ik een hapje eten. Tuurlijk. Ja toch? Trakteer ik ook die eten. Ik ben benieuwd of hij iets gaat accepteren van een Feyenoorder. Ja, dat is goed. Ik heb iets voor jou. Omdraaien, dan ga ik je laten zien. Omdraaien, draaien, nee, ogen dicht. Hey, ogen dicht. Ogen dicht. Ja, draai maar om. Zo. Helemaal nieuw voor jou. Wow. Dank je wel. Alsjeblieft. Maar mag hij geen knuffel? Tuurlijk, kom maar. Kom. Ja. En, we moeten niet vergeten, kijk eens, alsjeblieft, hij moet een handtekening zetten. Waar wil je de handtekening? Waar wil je hem hebben? Waar wil je de handtekening? Boven? Hey mensen, het is duidelijk dat als je iets wil bereiken, dat je echt moet strijden. En Novel laat het duidelijk zien, met een heerlijke, heerlijke overwinning mensen. Wat ik in ieder geval wil meegeven, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet geen duimpje omhoog te zetten. En Novel, echt wallah, oprecht bedankt. Geen probleem. Ik vind het gewoon geweldig om dit te zien. En, het is ook mooi om dit mee te maken. Dankjewel man. Allah, echt waardig. Je bent op de goede weg verder aan het gaan. En dit moet je gewoon zo volhouden. En we gaan je zeker blijven volgen. Ja toch? Want Bilal, wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. En wij zeggen altijd. Positiviteit. Aare. Aare Vedeci. Mooi hè?